Ja, lieve vrienden, ik ben alweer geruime tijd gezien. Ja, nou, precies een uur thuis. En ik heb al gegeten en al. Maar er willen er even twee naar buiten. Dus bij deze nog één. Zo. Ja, ik was 7:50 weer thuis. Ik had lekker even eten gehaald bij... Ik had een Turkse pizza. En dus lekker even gesloten van. Ik heb nog een bakje koffie en een wijntje. Als je de goede tijd of slechte tijden te kijken. Alleen dan momenteel even reclame. Dat, ja, de derde dag zit erop. Dus nog één dag te gaan. En dan kan ik mijn medaille halen, de 8e keer. Dat ik met mijn schoolmobiel meedoen. Het had de 9e keer kunnen wezen, maar 1 keer. Ik kon helaas niet doorgaan, omdat mijn liefhebbende moedertje... in die periode, toen de stress ook is overleden... die ging 1 juni heen. Dat is mijn mobiel. Laat maar lekker gaan. Er was een WhatsApp. Maar die is toen op 1 juni heen gegaan. En 7 juni was mijn mannetje jarig. 8 juni moesten we haar toen destijds begraven. En ook in die tijd was het dus de afdaging. Nou, dan ga je dat niet met veel plezier doen. Dus toen heb ik me ook klaar. En voor de rest, ja, heb ik altijd meegedaan. En mijn mannetje had het ook dolgraag gewild dat ik gewoon dat door ging zetten. Want die vond me wat mooi dat ik dat deed. Want ik stond toch iedere keer weer eventjes ergens halverwege stond hij dan te kijken. En dan om weer dan naar huis toe te gaan. En dan als ik thuis kwam, dan had ik lekker een bakje koffie. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zal zeggen een hele fijne avond gewenst. Voor later op de avond wel rusten, lekker slapen, gezond weer op. Geniet van alles wat jullie doen gaan. En tot aan de andere kant van de nacht. En dan met de laatste avond daar. Zeggen tot de andere kant van de nacht.